protplaatselijk belangen en dorpsbesturen die vinden het wel lastig om jongeren om zich te loeken, bijvoorbeeld als bestuurslid of vrijwilliger. Maar in de Hemrik liek het dat wel wat te vallen. We zijn hier in de Hemrik, op het biningterrein, waar onze dwarfeesten plaatsvinden. Het is, nou ja, het dwarffeest wie eerst altijd in de zaal, in de sporthal. En ja, de oudere generatie heeft dat altijd opgebouwd. En nou ja, dat is ook hartstikke mooi. Alleen ja, als jeugd zijnde vind je dat wel zo mooi om een tent en de dingen wat groter maken. En dat gaat jaren door, echt jaren door, totdat wij de kans krijgen om het één keer te organiseren en dan ook goed te organiseren. En dat hebben wij goed in. EMM is een vereniging voor Eendracht maakt macht. Dat is school- en volksvermaak. Dat is al jaren, zolang ik er ben, besteedt dat al. Nou, vorig jaar is het voor het eerst een tent geweest en er was de jeugd die zich aangegeven heeft van goh, dat willen wij graag. En toen zijn er twee van de vriendengroep die zijn erbij gegaan, maar niet in het bestuur gestapt en die hebben rollen op zich genomen. En toen hebben wij dit jaar gezegd, Jelmer en ik, van wij stappen in het bestuur om die taak over te nemen en ook het bestuur weer te versterken. Ik denk dat er een peer binnen die te genetisch onderlegd binnen wat dat betreft en die zoek je de rest mij. Dat is, ja, ik vind het fantastisch hoe dat je hier op het ogenblik. Ja, ze hebben me toen, vorig jaar hebben ze me denk ik vregen. En ik denk dat ik gewoon heel belangrijk vind. Ik ben ook nog jong en ik wil wel heel graag in de Hemrik Blauwe wenen. En het plaatsbelang zorgt er toch wel voor dat ik wat meer richting de toekomst geest. Dus was zelf graag verorien worst. Nou ja, zelf. Maar ik wil echt het belang van u te Hemrik wij. En ik denk dat ik dat wel heel belangrijk vind. Van ik voor mij, maar stel je voor ik voor mijn ben voor letter. Of voor mijn huid en mem die wat ouder worden. Dat al je sabloot of verbeterd wordt. En ik denk dat als jonge persoon in het bestuur, dat je dan toch een andere visie hebt op wat jou belangrijk vinden voor de toekomst, dan dat iemand het die krijgt wat ouder is. Of een ouder in, denkt er altijd even wat. Je hebt er wat meer ervaring mee. Dus in de jeugd heb je er wat minder ervaring mee, maar toch samen kun je juist het meeste betekenen. Ik ben ik vregen. Ik denk dat ik mezelf dat ik het echt naar dien hier. Maar ik ben ook vregen. En ik denk dat dat echt wel de gouden tip is. Ja, nou, je moet er wel voor iemand staan. En net altijd zeggen ze dat de jeugd die maar ze eerst maar bewijzen en dan pas hun wezen invullen. Ik denk dat je hun kans aan kennen. Kans aan matten. Dat is belangrijk. En dat had dit dorp dwart. En dat had ze ja, omarmen. Mij zijn allen. Mag ik wel zeggen. En dat gaat goed. Dit hartstikke goed. Mijn gouden tip is luister naar de jeugd.